Hallo, jongens en meisjes. Welkom terug bij jullie nieuwe video. Vandaag zal ik het hebben over de nieuwe Lego video sets. En natuurlijk de nieuwe releases die vanaf gisteren zijn uitgekomen. Dus laten we maar beginnen. Bij het eerste, dus voor de nieuwe Lego video sets, we hebben twee soort van beat bits, capsule dingetjes. Ik weet niet precies uh, hoe ze noemen, ik ben niet echt een grote Lego video fan. Maar vanaf, waarschijnlijk vanaf nu zal ik wel een grotere fan zijn, want er zijn echt super coole mannetjes in deze sets. Dus je hebt deze eerste set met deze rode draak, en deze rode draak ziet er echt super cool uit. En deze set zal verkocht worden voor 8 euro. En dan de tweede is hier de Folk Fairy Beatbox dingen. En ja, dit is vooral voor meisjes. En de vorige was vooral voor jongens. Dus dat is wel leuk dat je zo twee hebt. En dan de één voor jongens, één voor meisjes. Nou well, ja, natuurlijk. Cool, maar uh, ja, deze. Oké, okay, het ziet er wel cool uit, maar I guess. Laten we doorgaan naar het volgende. Voor de volgende sets zijn het vooral stadiums en, en plekken voor dan deze mannetjes op te zetten. Dus als eerste heb je de Robo Hip Hop Car. Dit uh, zal verkocht worden voor 30 euro. En ik denk wel dat ik deze sets zou willen kopen, want ik bedoel. Twee robots, of ja, twee futuristische mensen. En een supercoole auto. Een soort van lowrider, I guess. Ik ken niet te veel van auto's. Maar de auto ziet er al heel cool uit. Ik denk dat je wel die kleine stadium-dingetjes ervan gaat kunnen doen. Want uh, ja, ik vind het gewoon een coole set. Voor 30 euro valt het wel mee. Maar laten we doorgaan naar de volgende set. Voor de volgende set. Deze set zal ook verkocht worden voor 30 euro. Het is de Candy Castle Stage. Het is ook voor meer voor meisjes. Je krijgt uh, een soort van ballerinaachtig achtig iemand. Een soort van. Een beerachtige cool up dude, die ziet er wel heel cool uit. Een soort van uh, doorzichtig blauw. Maar ja, ik bedoel, dit is voor meisjes, dat is wel leuk dat je jongens hebt en meisjes sets hebt in deze soort van LEGO video thema. Maar oké, okay, laten we dan maar doorgaan naar de volgende set. Dan hebben we hier deze set, deze set zal verkocht worden voor 50 euro. Dit is de K-Pop Concert. En het is anders geschreven dan K-Pop, dus K-Pop gewoon is P.O.P. Uh, en dat is een soort van muziekgenre, en uh, ja, muziek I guess. Maar uh, ja, hier is het geschreven P-A-W-P. Dus ja, um, yeah, oké. Okay. Maar hierin krijg je dan drie mannetjes, een soort van eenhoorn, een soort van konijn en een soort van... Wat is het? Een eekhoorn-iets-achtig... Een ja, iets. Maar oké okay, ja, laten we dan maar doorgaan naar de volgende set. Voor de volgende set heb je hier de Punk Pirate Ship. En dit is een hele coole set, vind ik toch wel. Je krijgt hier drie mannetjes, een soort van octopus, een drummer, een soort van violiste, een iets dan een high die dan een soort van uh, anker als gitaar heeft. Dus dat is wel heel cool. Dit schip zal verkocht worden voor 60 euro. En uh, ja, het ziet er wel heel cool een hele coole schip uit. In my opinion. En dan voor de laatste grote LEGO video set. Hebben we hier de boombox set. Dit zal verkocht worden voor 100 euro. Je krijgt hier vier mannetjes een soort van ghost guy. Een soort van rocker ghost. Je krijgt een soort van alienachtige surfer, zanger. Je krijgt een soort van... Cheetah-achtige ja, gitaar um, iets. Uh, en dan heb je een V met een soort van uh, viool denk ik. Maar oké okay, ja. Deze set heeft, is 100 euro. Je kan die dan dichten en dan lijkt het op een soort van boombox of een radio. Dus dat is wel heel cool. Maar jongens en meisjes, laten we doorgaan naar het kleinste Lego video set. En dan hebben je de Lego Video Bandmates Series 2. Dus dit is eigenlijk een soort van uh, ja, aparte mannetjes die je kan kopen. En dan kan je die bij andere mannetjes plaatsen. Bij die soort van uh, stage of die stadium dingen daar. Maar uh, in deze wave zonder er, uh, ik denk, 20 mannetjes in zitten. Well, oké, okay, nog geen 20. Maar het zijn er wel 12. Dus dat is wel heel cool. Er is een soort van piratenmeisje. Een, een soort van b een alien, een zeemerman, een cowgirl of cowboy, of eigenlijk cowgirl eigenlijk. een soort van geest. Dan hebben we een roze beer, een soort van DJ uh, robot. We hebben een soort van, ik weet niet precies wat het is, een soort van feestvrouw, een blauwe draak die ziet er redelijk cool uit. En dan hebben we de twee laatste. Dan hebben we een soort van vampier maar een soort van een bel en een gitaar. En zij doet mij denken aan een andere vampier die ik ken met een bijl en een gitaar. En rood haar, of eigenlijk zwart haar. En dat is Marceline van Tijd voor Avontuur. Dus dat is wel heel cool. Ze lijkt er een beetje op, vind ik toch zelf. En dan heb je voor de laatste de groene. We doen een soort van uh, slay monster. En die doen me een beetje denken aan slimer van Ghostbusters. En dan gaan we door naar de nieuwe releases vanaf gisteren. Uh, dus we hebben hier de Lego Marvel Chang-Chi en de Legends of the Ten Rings sets. En dat is weer heel cool. En dan gaan we door naar de Lego Brickheads van de Minions. We hebben hier Gru met Otto en Stuart. Bob met Belly Bottom en Kevin. Ik denk dat dat een nieuw karakter is voor de nieuwe Minions The Rise of Gru movie. Maar oké, dan gaan we door naar de volgende sets. En dan hebben we hier de nieuwe Lego Batman sets. We hebben hier de Batman versie. De Joker Batmobile Chase Voor de 4 plus set We hebben nu de Lego Batman Cowl Die zal 60 euro zijn denk ik En dan hebben we hier de Lego Batman Classic TV Series Batmobile Voor 20 euro En ik zal deze zeker kopen Want ik hou van speciale Lego sets Dus ja dit is een soort van Lego 60's Batmobile en ik vind deze Batmobile gewoon super cool. En natuurlijk de Joker en Batman zijn exclusief voor in deze set. En voor de voorlaatste LEGO release set hebben we hier de Spider-Man en de Dr. Octopus Mac Battle. Voor 20 euro. Je krijgt natuurlijk Dr. Octopus en Spider-Man. En natuurlijk twee coole Mac's. Dus laten we doorgaan naar de laatste LEGO release set van gisteren. En de laatste LEGO release set van gisteren is eigenlijk een soort van LEGO Minifigures Collectible uh, Series. En dat is van de Looney Tunes. Ik ben eigenlijk echt super blij. Voor deze serie want ja ik bedoel deze serie de Lego Looney Tunes of ja Looney Tunes eigenlijk op zich is gewoon super cool. Je hebt hier Bugs Bunny en je hebt ook nog uh, Daffy Duck, Lola Bunny en zo. Alle Looney Tunes karakters waar eigenlijk twaalf ervan zitten in deze serie. En eh, waar eigenlijk de bekendste zitten in deze serie en ik ben eigenlijk echt super blij. Ik zal proberen een paar van deze soort van uh, bags te kopen en daar natuurlijk een paar video's op maken als ik er kan kopen natuurlijk. Maar ja, deze zijn echt super cool. En deze zijn net zoals normale Lego minifigures eh, bags. Dus ik krijg gewoon één mannetje. En dan, dan ja. Maar deze kost wel 5 euro. Wel minder is. Maar ik bedoel, je krijgt wel een super cool mannetje. Maar oké okay, jongens en meisjes. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Geef een like. Abonneer hier beneden. Klik op het belletje dat je nooit een video of afreeds En dan zie ik jullie allemaal later in dikke wat doei.